Hallo iedereen, welkom in een nieuwe video. Uh, ik wil je alvast een uh, fijne zondag wensen. Uh, vandaag wil ik het eigenlijk uh, hebben over de vraag van wat heeft manifest eigenlijk te maken met alchemie. Uh, wel veel meer dan dat je eigenlijk denkt. Want alchemie is het proces waarbij dat je eigenlijk een bepaald element omzet in een andere stof, waarbij dat ze uh, lood of metaal omzetten in uh, goud. En als je het opzoekt, wat is alchemie, dan zal je ook zien dat alchemie eigenlijk een onderdeel is van de natuurfilosofie. En eigenlijk een stukje de voorhanger van de huidige chemie die we kennen. Nu, wanneer je een meester in de alchemie bent, dan kan je eigenlijk alles manifesteren wat je wenst. Meer nog, zijn alchemisten eigenlijk meesters in liefde. Want zij hebben de levenslessen geleerd die nodig waren om hun eigen energie weer af te stemmen met de energie van de bron. En ze zijn eigenlijk op dat punt een belichaming, dus uh, eigenlijk een, fys een fysieke incarnatie van onvoorwaardelijke liefde geworden. En dat zie je aan hun uitstraling, maar ook aan de manier waarop ze in het leven staan. En alchemie, binnen het proces van manifesteren en bewustwording, is dan eigenlijk jezelf afstemmen op de energie van je wens. Maar hiervoor is het nodig om alle schaduwen en negatieve energieën die aanwezig zijn in jouw lichtlichamen, dus in je emotioneel, mentaal, uh, energetisch en fysiek lichaam, om die te transformeren in licht en lief. Het is toch heel eenvoudig. En toch vinden veel zielen het lastig om dit te doen. Net omdat we denken dat het altijd lastiger moet zijn. Of omdat het niet sneller kan gebeuren, denk ik. In jouw denken: je denken is je transformatiekracht. En je gedachten kunnen je ofwel saboteren of je wel ondersteunen om je leven moedeloos vorm te geven. Aan jou de keuze. Jij hebt tenslotte niemands goedkeuring nodig, enkel maar die van jezelf. Dus als jij beslist dat het kan, omdat je het voelt in je volledige lichaam, in je volledige wezen, dan zal het ook zo gebeuren. Maar je moet het eerst weten, en meer nog, je moet het eigenlijk voelen. Je moet die emotie van die wens, van het, het, dat het gebeurd is, dat moet jij nog voelen. En het is een proces van transformeren van schaduwen en die negatieve energieën dat die universele vlammen heel behulpzaam, zijn. heel behulpzaam zijn. En de universele vlammen zijn er tenslotte voor iedereen al beschikbaar. Je hoeft ook geen inmetingen te volgen, zoals bijvoorbeeld bij Rijckje wel het geval is. Je gebruikt je intentie, je gedachten dus, en laat het toe te gebeuren. Dat is vaak ook nog een moeilijke, omdat we het willen proberen te controleren. We willen zekerheid, we willen bewijzen. Nu, door gebruik te maken van die universele vlammen, kan je ervoor kiezen om... Kies je er eigenlijk voor om een alchemist te worden in de 3D-wereld, en jouw realiteit. Op dat moment gebruik je zuivere energieën in de vorm van die universele vlammen en stralen, om alle schaduwen in jou te gaan belichten. Je dus de energie van de vlammen naar de plekken in je eigen energieveld om te even goed gebruiken om ruimte te heelen, om je dieren te heelen, om de aarde te heelen, om andere mensen te heelen. Dus je kan het sturen naar wie dan ook, telkens als dat voor hun hoogste goed is. Werken met de vlammen is magnetisch en heel effectief. Maar het, hel dus het helpt je ook om een diep hier je leven een positieve wending te geven. Nu, op het moment dat je eigenlijk je schaduwkanten erkent, dan geef je eigenlijk jezelf de mogelijkheid om meer in het licht te gaan staan. En je kijkt voorbij die mist en ziet eigenlijk wat je allemaal al bereikt hebt. En je treurt niet langer omdat je verloren hebt, want je weet dat het jou niet langer diende, omdat het eigenlijk niet meer voor jou was. En ook de vlammen helpen jou of kunnen jou helpen om dat allemaal los te laten, wat jou nu nog tegenhoudt, en ook op een moeiteloze manier los te laten. En hoe doe je dat? Gewoon hulp vragen aan de universele vlammen. Ik vraag hulp aan de universele vlammen om. Puntje, puntje, puntje. Ontdek de overtuigingen die je nog steeds als waarheid aanschouwt maar die misschien in het diepste van jezelf eigenlijk kopieën zijn van voorouderlijke geloofsovertuigingen. Of paradigma's en structuren die totaal niet bij, meer bij jou passen, of dat zelfs nooit bij jou hebben gepast. Of zelfs emoties die niet van jou zijn. Zeker als empath, en zeker naarmate dat je verder wakkerder en bewuster wordt, word je ook gevoeliger, dan ga je veel sneller emoties van anderen gaan oppikken. Dus ook daar is het belangrijk om te leren wat er van jou is en wat er niet van jou is. Dus een van de zaken dat je kan doen als je een emotie voelt, is vragen aan de universele vlammen om alle emoties die niet van jou zijn te transmuteren en terug te geven in een geheelde vorm aan de rechtmatige eigenaar. Dan is het ook belangrijk om anders te gaan kijken naar je leven. En bewust te worden, in web, waar jij denkt nu in vast te zitten. Niet zoals die vlieg die hier nu net in het spinnenweb aan het venster gevlogen is. Maar herinner je dat je zelf jouw web hebt gecreëerd. En dus kan je het ook zelf gaan veranderen. Je kan ervoor kiezen om een nieuwe spinnenweb te creëren, zodat hij niet meer vast zit, maar dat je eigenlijk al je wensen aantrekt voor de voor en de, spinnenweb dan. En dan, dat, uh, daarover heb ik al een, een, um, een video gemaakt eh, rond uh, uh, het, wordt, het wordt een spin, omdat je dan eigenlijk vanuit je spinnenweb zelf al de dingen naar je toe trekt. En wanneer je in het proces stapt van bewustwording, dan laat je eigenlijk je hogere zelf over je fysieke lichaam heen komen. Je laat je energieveld, je aura, volledig opvullen met de essentie van je hogere zelf, zodat je ze ook horen voelen weten en zien wat jouw volgende stap is. En ook daar, op elke stap in je proces van bewustwording, kan je en mag je gebruik uh, beroepen op die kracht van de vlammen. Overvloed is ook voor jou weggelegd. Herinner wie jij bent en bewandel het pad van bewustwording en laat je niet meer vangen in je eigen gecreëerde gevangenis. Dualiteit ligt in jouw gedrag en nog meer in jouw bewustzijn. Dus het is aan jou, het is jouw keuze, en het is aan jou om anders te gaan kijken, anders te gaan denken, anders te gevoelen, anders te gaan zijn. En niet meer vanuit het aspect van die dualiteit, ook niet uit vanuit het andere aspect, maar vanuit beide aspecten, zodat je eigenlijk vanuit het geheel en vanuit de eenheid naar je leven kan gaan kijken. En dan is het punt waarop jij gaat gaan leven vanuit een hoger bewustzijn. Als je voelt dat je nu vast zit, af dan af hoe je jouw emoties en gedachten kan transformeren naar een hoger begrip van het proces. Want uiteindelijk gaat daar het proces voor. Nu, wil je meer leren over dit alles? Wil jij je proces van bewustzijn en gaan sturen? Dan nodig ik jou uit om met mij samen te werken in een mentorship traject zelfrealisatie vanuit het hartsgedragen gedragen bewustzijn. Je verdient het om je ware kracht te ervaren en te gebruiken om je leven leuker, gezelliger, overvloediger en liefdevoller te maken. Zodanig dat je ontdekt wie je werkelijk bent en de moed en de kracht vindt om meer en meer in je ware essentie te gaan omarmen en daar gaan in te stappen. En op die manier kan je meer in flow gaan leven en het leven zoals dat jij voelt wie dat mogelijk is. Kies je ervoor om te blijven waar je nu zit, dan kan ik daar niets in tegenin brengen. Ik kan je alleen geluk wensen en veel succes wensen en hoop ik dan ook natuurlijk dat je gelukkig bent met het leven dat je nu al hebt. Zodanig dat je geen nachten meer hebt, geen dagen waar de angst je overvalt en geen raad meer weet met jezelf, je kinderen of wie of wat dan ook. Het is aan jou. Neem opnieuw de verantwoordelijkheid voor je leven en kies voor een leven waarbij dat je ofwel verder worstelt of waarbij dat je gaat gaan meestromen met het leven en het leven waar je recht op hebt. Wat hij ook kiest. Ik wens je de moed en de kracht zodat je elke dag keuzes mag maken die voor je hoogste goed zijn. En wil je maar mee samenwerken, dan ben ik heel blij en dankbaar. En nodig ik je van harte uit in het traject of in een ander, uh, andere dienst of product uh, die ik aanbied. En zoals altijd, een oneindig veel liefde voor jou en het leven. En dan zie ik je in de volgende video. Dag.